Donderdag vond er een herdenking plaats voor de Waaloversteek. De actie van het Amerikaanse leger vond plaats op 20 september 1944 om Nijmegen te bevrijden. Een van de aanwezige sprekers was burgemeester Hubert Bruls. Onze jaarlijkse herdenking van de oversteek van Amerikaanse soldaten op 20 september 1944. En voor degenen die het weten, dat is eigenlijk de dag waarop Nijmegen bevrijd werd tijdens de oorlog. Toen ging de oorlog daarna nog wel door, maar toen was Nijmegen, ja, formeel gezien, was de stad bevrijd van de Duitse bezetting. De Amerikaanse ambassadeur sprak zijn waardering uit voor het feit dat er zoveel mensen in Nederland geven om de offers die er tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gebracht. Het mooie van deze herdenking is dat er natuurlijk een groot aantal Nijmegenaren samen met mij herdenken en eer bewijzen aan onze bevrijders. Maar ik vind het ook mooi dat de Amerikaanse ambassadeur hier aanwezig is, een delegatie van de 82nd Airborne Division, de divisie die toen hier ook gevochten heeft. En heel belangrijk ook, een grote delegatie kinderen van basisschool De Oversteek. Naast hoogwaardigheidsbekleders waren er ook kinderen en leerkrachten van basisschool De Oversteek. De kinderen droegen gedichten voor en legden kransen bij het monument dat geadopteerd is door de basisschool. Karen de Waal, leerkracht op de school, sprak ook tijdens de herdenking. De kinderen hebben vanmorgen optredens gegeven voor genodigden, waarin zij op creatieve manier zelf vorm hebben gegeven aan dit hele project. En vanmiddag hebben we het officiële gedeelte gehad waarin de kinderen aanwezig waren en waar zij gedichten hebben voorgelezen, vlag hebben gelezen en kransen hebben gelegd.